NSSH. Yes, goedemorgen iedereen. Het is zondagochtend 7:30 en ik zit in de auto op weg naar iets. Ik ga vandaag naar Landgraaf toe, want in Landgraaf rijdt de NSSC een wedstrijd. En wat is nou de NSSC? De NSSC staat voor Nederlands Scootersprintcomité. En dat is een organisatie die scootersprints organiseert. Dus drag races. 150 meter, zo hard als je kan. Waarom ga ik daar nou heen? Nou, 20 jaar geleden is voor de NSSC was er een stichting SBO, Scooter Brommer Sprint Organisatie. Toen de SBO werd opgericht, ik ging toen nog altijd naar illegale meetings op zondag op industrieterreinen, wat velen van jullie ook wel zullen kennen, daar ging ik altijd heen. Dat begon een beetje dood te raken, daar kwamen veel te veel agenten op af, dat werd altijd gestopt, dat was gewoon niet meer tof. Toen werd de SBO opgericht. En ik ben meteen vanaf het begin bij de SBO lid geweest. Ik heb daar jaren gesprint. Na het sprinten ben ik bij de SBO gaan racen. Ik ben zelfs de voorzitter geweest van de stichting samen met Kees. Inne, die toen ooit de stichting is gestart met Kenny, ging ermee stoppen. Er moesten andere mensen komen om dat te doen. En ik heb dat toen denk ik 5 of 6 jaar gedaan. Ik heb bijvoorbeeld een groot gedeelte van het tijdsysteem wat daar gebruikt wordt op een gegeven moment meegebouwd samen met Jan. Jan heeft op een gegeven moment de SBO overgekocht van mij en Kees. Niet echt gekocht, maar de onderdelen, de materiaal gekocht en de stichting verder doorgezet. En hij heeft er toen het NSSC van gemaakt. Omdat dat beter paste bij onze Duitse collega's die het DSSC runnen. Wij deden heel veel samen met de Duitsers op dat moment. En zodoende dat na al die jaren weg en nu weer de opstart van mijn hobby. Ik dacht, ik ga daar nog eens kijken. Dus we gaan lekker op tijd. Ik heb gezien op internet dat ze het tijdsysteem geüpdate hebben. Mijn gedeelte van het tijdsysteem zag ik nog helemaal werken. Zeg maar, je hebt een gedeelte wat daadwerkelijk de tijden meet. En je hebt een gedeelte wat de tijden opslaat, de rijders opslaat en laat zien welke rijders welke tijden hebben gereden, welke klasses, bla bla bla. Heel die structuur, dat heb ik allemaal gebouwd. Dus misschien dat daar nu wel met het nieuwe tijdsysteem ook wat aan gebeuren moet. Dus ik dacht, nou, sterren die alignen. Nee, fucking bullshit. Maar ik wilde gaan en misschien dat ik ook nog wel iets kan doen. Dus ik ga ook echt op tijd. Als de organisatie aankomt, ben ik er al. Omdat ik gewoon wel eens wil zien hoe het er tegenwoordig aan toe gaat. En wie er nou allemaal nog rondrennen. Een gedeelte van de namen kende ik, een gedeelte van de namen ook niet. Maar goed, oude passie, oude liefde. Dus ja, dit deed ik vroeger ook. En ik ben ook benieuwd wie daar qua kijkers is. Want er zijn natuurlijk best tegenwoordig wat bike life meets en zo. En ik vraag me af of dat soort mensen daar ook rondlopen. Dus we gaan gewoon een kijkje nemen. We gaan gewoon een dagje NSSC'en. Yes, scootersprints kijken. En ik denk, neem jullie mee, want daar zijn de echt snelle scooters, boys. Dat is, daar rijdt het geweld rond. En ergens wil ik misschien zelf ook alweer ooit een sprinter opbouwen, want het jeukt. Maar laten we eerst maar eens gewoon gaan kijken. Dus nu even een poosje rijden en dan zie ik jullie daar weer. Zo, aangekomen. Ik wist niet dat hier zo'n grote baan was. Oh.
lopen even weg. Jullie zagen het al, ze zijn lekker beelden aan het schieten. Ik heb ook al een hoop oude mensen waar ik vroeger mee gesprint heb. Of ja, die gewoon racen toen ik in de organisatie zat. Gesproken. Super tof. Heb ook al geholpen bij het inschrijven van morgen even. En er is nou een fout in het systeem. Die heb ik al gevonden met hem. We weten hoe we het oplossen. Alleen we lossen hem dadelijk in de pauze even op. Dan kunnen we rustig de code omschrijven. De indextijden worden niet goed meegenomen voor de klasses waarbij een indextijd belangrijk is. Een indextijd betekent dat je maximaal zo hard mag rijden. Dus deze klasse, dan mag je maximaal 8,5 seconden rijden en 7,5 seconden. Dat zijn twee klasses. Dus dat. Nou, ik ga nou gewoon even door het paddock lopen. Even wat vette scooters filmen. En nou, laat me weten wat je ervan vindt. Het jeukt wel enorm dat ik hier ben. Ik denk dat ik toch maar een sprinter moet gaan bouwen weer. Don't tell the wife though, please. Kijk even naar de temperatuur dan. Godverdue.
Wat doen ze nou met z'n vieren op dat podium? Aan de kant. Sorry. En het rechts goed, dames en heren. Goed 180. Is dat nog soms je eigen brommer ook nog? Jongens! Applausje! Zo, dat was het dagje NSSC. Weinig gepraat, veel gefilmd. Ja, was een toffe dag. Ik ga zelf 100% een sprinter bouwen. Heel veel oude mensen van vroeger toen ik sprinter waren er vandaag ook, was echt raar, was echt een reunie. Stonden op een gegeven moment met z'n zessen bij elkaar van vroeger. En dan heb ik het over 15 jaar geleden, want één iemand wist nog gewoon, die zegt ja, onze laatste sprint is Lisse 2011 geweest. En ik dacht ja, ik heb met jullie de laatste sprint gereden. Dus dat is niet 15 jaar, maar dat is 13 jaar geleden. En we zaten met z'n allen, en op een gegeven moment zei er eentje, ja, ik had eigenlijk gezegd dat ik om 4 uur naar huis moet rijden. Het was 4:30. Ik zei, hé, dat heb ik ook beloofd. Dus niet gelukt. Het is 6:30 en we gaan naar huis. Organisatie niet even meegeholpen, opruimen. Iedereen houden gezegd en nou richting huis. Ik hoop dat jullie het tof vonden, de video. Het is een beetje een raar format voor mij. Weinig tussendoor gedaan, want ik ben gewoon lekker bezig geweest. Lekker oude mensen gezien. In ieder geval, super bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie hem tof vonden. Laat het even weten in de comments. En hopelijk zie ik jullie bij de volgende man. Bye bye.